Binnen het kader van mijn studie moet je een soort van vrijwilligersproject doen. Want voor een praatje en een plaatje ga je naar iemands huiskamer toe. En dan neem je een plaatspeler en een koffertje mee met singeltjes. Ga je praten en plaatjes draaien. Toen eenmaal de platenkoffer openging en de eerste plaat eigenlijk op het plaatspelertje lag en de naald het plaatje aanraakte, toen was er geen houden meer aan. En ja, de organisatie dat regelt, die heeft ook deze dansmiddag georganiseerd. En toen zei mijn Wil, die zei toen van, nou Vincent, daar gaan we samen heen. Er wonen twee monniken in mijn oude jas. Wil die heeft schijnbaar vroeger iets van 30 jaar gestijldans, dus die is geen dummy. En dat was heel grappig, want de eerste keer dat we gingen afbreken, toen hebben we ook in haar huiskamer gedanst en heb ik ook gelijk een volkssoort geleerd. Ik hou eigenlijk zelf niet van dansen, maar ik had wel heel erg van muziek. Vincent kwam hier binnen vanmiddag en die zei van nee, dansen is niks voor mij. Nou, en volgens mij na een half uur, binnen een half uur, stond je op de dansvloer. Het geheim van gelukkig oud worden, ik denk dat dat is dat er iemand is die altijd om je zal blijven geven en dat je dan samen oud kan worden.